ik ben starter. Hebben we dus deze banden, wat het is perfect voor. Klein hout weg. Ze hebben op dit moment allemaal een verschillende fysieke focus in hun training. Dit is Harry! Kom op, Harry! Eén, start! Hoe is het? Ja, goed, okay? Jij dan? Ja, ik dacht, ik breng je schoolkinderen mee. Ja. Oh, dat is wel fijn voor het geluid dempen, hoor niet? Nou, dus ik en Jeff gaan nog naar Cali in Colombia over vier weken. Ja. Oh, daar heb ik wel zin in. Dat lijkt me wel vet. Ja. En verder rustig aan. Maar je wel zeggen, wanneer is jullie piek van het seizoen? Is dat een beetje later het jaar? Of? Ja, in oktober. Dan willen we echt... Okay. In oktober, dat draait het jaar om. Oh, okay. Dus dat is een goede timing, maar ik niet ben. Ja, ik zit op een luie stoel, hoor. Ik zie je. Ja, dacht ik, doe gewoon alles zitten vandaag. Alles zitten. Oh, lekker. Kijk, die is echt fanatiek altijd. Die moet je filmen. Je gaat zo meteen ook de brommer aandoen. Jij doet je warming-up altijd op een stoel? Nou, dit is zeg maar puur eventjes de camera erbij is. Oh ja, anders zit je gewoon daar. Dit is hier even fijn voor. Zo, ja, dit is het. Moet je altijd nou een regenboog pakken, ja? Mag je ook denken van vandaag een keer wat anders aan? Krijg je dan straf? Nee. Je mag echt wel een ander pakje. Maar dit is gewoon cool. Maar nu, ja, dit is wel cool. Ja, dat is gewoon cool. Dat is gewoon een bekroning van je harde werk. Ja, ik wou dat zeggen. Ik zou dit elke dag aan doen. Ook als pyjama. Maar dat was in het begin wel, iedere dag. Ja. En maar moet het bij wedstrijden verplicht, wel, toch? Ja. Als je zeg maar op het onderdeel waarbij je titel gehaald hebt. Ja, dan moet je... Oh. Daarmee moet je hem aan. Dus je kan zeg maar niet als je 10 sprint wereldkampioen bent op de sprint deze avond. Nee. Want daar is Harry zeg maar echt kampioen op. Dus dan kun je dat niet doen. Dus dan moet je wel een oranje pak aan bij de sprint, maar hier de 10 sprint is het wel. Ja, yes. Het voelt wel lekker, denk ik, hè? Dat is wel fijn, hoor. Dat voel je wel echt cool. Maar wat gaan jullie allemaal doen voor training vandaag? Best wel verschillende dingen, volgens mij. Ja? Heel veel gaan starts doen. Ik ga 100 meter vliegens doen. Sanne 500 meters. Gok ik Laurina ook. Lau heeft lap on, lap off. Dat heb ik donderdag, zag ik. Oh, Hattie en Steffi hebben sprinten nog. Kijk nou, dat zit echt wel goed, hoor. Zo, so, hey. Hij kan dat. Zit jij hier op? Ik zit hier, hoor. Zet je een andere wiel erop? Even meer grip. Met meer grip. Zo, kijk, dan draai ik even mijn fietsje om. Je hebt ook gewoon een gouden ketting ding. Ja, sinds Jezus. Tokio doet hij dat. Daarvoor nooit. Kijk goed. Kijk goed. Zoom in op de band, hè? Zoom in op de band. Oké, daar gaan we. Dit is de band. Zoals je hier ziet, heeft deze hier kleine lijntjes. Daar moet ik heel ver in zoomen. Hier, oh, ja, aan deze kant. Ja. Hier is hij glad. Ja? En deze is compleet glad. Oh, die is helemaal, die heeft geen lijn. Zie je dat? Ja? En deze heeft dus heel veel grip, omdat hij dus op elk stukje pakt die grip op de baan. Dus ideaal. Dus en voor de start, start, ik ben starter, hebben we dus deze banden, wat het dus perfect ervoor is. Glijnoot weg.
Niks meer. Dus die heb je niet meer nodig nu? Deze niet meer. Oh, dus deze gaat eraf. Oh, ik dacht dat je die niet meer op hebt. Oké. Okay. Die wordt gewipt. Akkoord, akkoord. Zie je dit? Er zit een ingebouwde kettingspannen. Zie je die zo? Nog dichterbij, ja? Ja, als ik dit doe. Dat is handig. Ja, dus dan zit hij allemaal start. Ingewerkt en dan zit hij perfect. Zie je? Hij net ingezoomd had op je hand. Ja. Wat heb je nou voor een apparaatje onder je zadel dan? Dat is een telefoon. Dat is een tele... Oh, dan kun je even bellen als je... Dan ben ik goed bereikbaar. Kun je even appen tussendoor? Nee, daar komt data van deze krenk komt op de telefoon. Dus kunnen we zien hoe hard we trappen, hoeveel torque, hoeveel power. Krijg je dat ook echt live? Ergens op of is dat gewoon na de tijd? Ik denk dat die wel live zou kunnen, maar in principe maar dat heb je niet nodig. We het op en zetten we na de tijd. Het is wel lelijk. Mensen denken dat wij zo serieus met onze sport bezig zijn. Dat valt best tegen. Wie zijn we? Doe het man. Wie zijn we? Meneer, mag ik een keertje op je fiets zitten? Nee, dat mag niet. Nee, sorry, dat kan niet. Omdat u zo groot en stoer bent? Ja, zeker. Ja, omdat hij heel erg duur is, dus dan anders zit ik in een probleem als wat er gebeurt. Komt dit op YouTube? Yay! Hallo! Bij de naar de morning! De positie die jullie willen hebben, ook hebben. En als jullie zeg maar, van achter willen rijden, dan of je hebt je tegenstander heel rustig nog rijden, of je hebt hem opgejaagd, dat daar echt een valk in zit. Dus wat je zelf wil om een auto te voeren in de laatste ronde, dat moet je daarin voorbereiden. Ja. Oké? Okay?
kwalitatieve training. Want je hebt geen last van de wind. Die zorgt alleen maar dat je snelheid maakt. Ja, dat je zeg maar uit de wind zit en dat je topsnelheid makkelijk te halen is. Dus het cadans wat je in een wedstrijd hebt, evena je nou ook in de training. Dus het is, oh ja, omdat je natuurlijk dan een rijtje bent. Ja. Maar dan nog een ronde door, zeg maar. Nog een ronde doorgaan. Hey. Ik moet aan beeld hier. Ja. Ja, dit is het? Ja, dit is het. Dit is een making of wat ik nu doe, hè? Oké, wacht. Je hebt hem wel redelijk opgejaagd, dat was wel goed, dus hij was wel lang geworden voor zich. Dus ik weet niet hoe die in het eindresultaat geweest zou zijn. Ik denk dat hij met name daarvan af zou hangen hoe jij hem dan later gaat timen. Dat je als je in het begin van de bocht recht op was, dan had je hem waarschijnlijk niet gered. Als je hem goed had gered, had je hem waarschijnlijk wel. Waarom hebben ze allemaal zoveel verschillende programma's? Is het echt per persoon afstemd? Of? Ze hebben op dit moment allemaal een verschillende fysieke focus in hun, ja, in hun training. Dus daarom is het een beetje qua belastingsturing. Maar ook wat hun specialiteit dan is. Kijk, Kira en Roy zijn echt de starters van, ja, van de teamspring. En focussen echt, ja, daarop. Voor Hetty en Steffi was het echt meer een technisch-tactisch dingetje vandaag. Dus het zit echt daarin van... Wat wil je bereiken? Ja, want het is best wel vroeg in het seizoen voor jullie, toch? Nu? Ja, daarom. Ja. Opa Berg, om met de volste poot vol kracht te drukken. Met weggaan al? Ja, met name met die eerste trap. Met die tweede, of bij de derde trap doe je dat wel goed. Dan blijf je zo'n snelheid bereikt hebben dat je dat goed kan. Maar met name als de beweging langzaam is, echt daarop focussen om dat goed te doen. Zo gaat het elke dag natuurlijk hier, hè? Nee, ja. Dat is echt een goeie. Dat is eigenlijk nooit. Dat is op je wijs naar de tent. Hoor. Geef je meer. Meer. Oh, Harry is er weg. Champions doen extra, hè? Wat wil je zeggen? Daarom is Harry nu weg. Nu gaan de echte boys aan het werk. Nu kan hij niet zien wat ik doe. Mijn naam is Dijmen, ik hou van baanwielrennen, ik studeer ook nog, ik vind het hartstikke leuk. Wat studeer je? Wat studeer ik? Dat weet ik eigenlijk ook niet.
Politicologie studeren. Zo. Ja. Zo. Niet normaal joh, dan ook nog fietsen. En wat is je lievelingseten? Lievelingseten. Oeh. Als we het hebben over slecht eten, is dat denk ik wel gefrituurde kip. Maar zeker omdat het maar één keer in het jaar of twee keer in het jaar kan. Na wedstrijd. Harder dan 16. Jammer. Ja? Ziet eruit als je klaar bent? Ja, best wel. Back off. Ben je er klaar mee? Nou, heb je nog een mooie afsluiter? Heb ik nog een mooie afsluiter, hè? Ja. Maar... Top nemen. Ja, dit was jouw move. Moet je mooie muziek onderzetten. Oh. En dan zo? Dat was hem. Dat was hem. Drinken en dan doen we zo. Oh ja. Ik kom naar je toe lopen. Oh. Keihard getraind, alles op de benen. Ja, ja gewoon niet alleen. Alles op de benen. Ja, ja. Ja. Oké, film. Ja, ja, ja. Wacht. Komt ie, hè? Alles op de benen. En vergeet niet het kanaal te liken, hè. Zie jullie later. Oh, zonder elektrisch. Ja, dat maakt niet uit. Alles op de benen, zonder elektrisch. Ja, 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 ja. Zeg maar, zonder elektrisch. Zonder elektrisch. Alles op de benen. Ik zei hem goed, man. Ja, dat mag. Dit. Nee, hij zegt. Hij was goed. Oké, nu nog één keer. Oké, nog één keer dan. Oké, kom dicht. Even lopen. Eerst hem slokje. Zonder elektrisch, hè? Alles op de benen. Vergeet niet het kanaal te abonneren, te liken, comments te geven. Zie jullie snel. Later. Wow, damn. Ja hoor, nou gaat hij los.